Janko, nog checken waar ze het over hebben. Morgenochtend, dan, ik ga even terug bij hen zeggen wat ik heb gezegd. Mm-hmm. Morgenochtend even... Laat hem naar ons toe komen morgenochtend. Ja. Laat hem ons wakker maken of zo, whatever. Ja. Goed. Ik ga even wat Billen. Miss you, Billen. Dan zijn ze eruit. Dan zijn ze eruit. Enge mens. Ik denk oprecht dat jij kans maakt. Mariska gaat naar huis. Als dit nog een beetje interessant moet blijven, dan. Als het zo uitgespeeld gaat worden, dat ik nu wegga. En dat er dus nu van de losse vlodder gang alleen nog Shelly, Jordi, Brandon, Milena over zijn. En van de andere groep de rest. Lex ook, hè? Bij ons? Lex wordt ook niet bij geen. Geloof ik niet. Sorry, ik kan daar niet in meegaan, Sean. Ik geloof dat niet. Want als Alexandra... Het zou raar zijn, Dre, als nu weer een groep of iemand van ons groepje weggaat. Is niet interessant. Is niet interessant. En om heel eerlijk te zijn nogmaals, en daarom vind ik dat dit heel onbeheerlijk gaat, dan maakt het mijn hoofd echt... wil ik niet dat wij... als een soort van tegeltjes worden omgeslagen of gegooid. Ik heb er geen zin in. Er gaat iemand van hun weg dit keer. Ik kom erop, je gaat niet naar huis. Kunnen we toch en dan ga ik alles aan doen. En als ze mij... Nee. Ik zou er alles aan doen. Een beetje een hard hoofd in ook. Ik hoop gewoon wat Brandon zegt dat klopt. En iets in mij zegt misschien ook wel klopt. Dus dat we een spel moeten spelen. Ik zet mijn principes, zet ik opzij. Echt, Jury, echt waar. Oh.
Oké, Brandon. Is dat je van een ziekenhuis? Dan is het wel echt aan. Als het nee, ja, vind ik niet. Want als het dan echt aan zou zijn... Dan had hij nu wat gedaan. Dat. En hadden we voor een andere persoon gekozen. Dan? Mariska. Die had je in je hoofd. Daar gaat hij Lennie zeker niet aan meewerken. Okay. Haar mattie voor lijf. Die mensen 21. Ja, maar moet je elke keer haar leeftijd erbij halen? Weet het niet hoor, nee. Ze is slim genoeg. En het kan zo 21 zijn. Maar ja. Boeien. Dat leeftijd wel echt wel een rol.